Jouw wekelijkse feestje. We gaan het weer gezellig maken op Unity TV, het programma Unity NL. Ik zou zeggen, zet de drankjes en de snackjes maar klaar. Meezingen, zometeen met Jan Koevoet, want ik had van de week met hem een interview bij ons in de studio. We gaan straks naar zijn nieuwe videoclip kijken. Eerst tijd voor een man die eigenlijk de afgelopen jaren behoorlijk upcoming is geworden. En ik denk ook eigenlijk wel dat hij inmiddels toch wel tot de gevestigde garde behoort. Ik heb het over Henk Bernaar, trouwens ook een oude Unity NL singletrack van een paar weken geleden. Zijn nieuwste, Een Hart Om Van Te Houden. Het leven voert zo vaak langs diepe dalen, waar niets valt te halen. Nee, dat voelt alleen slecht. Maar met geluk word je verliefd en vind je de ware. Komen er mooie jaren en dan voel je het is echt. Jij hebt een hart zo mooi om op te bouwen, om van te houden een leven lang. Jij hebt een hart zo mooi om dit te beleven. Jij blijft liefde geven waar ik zo naar wil. Tijden, dat is niet te vermijden, daar moet je doorheen. Je leeft toch juist met elkaar om alles te delen. De tijd zal wonden helen, want je bent niet alleen. Jij hebt een hart zo mooi om op te bouwen, om van te houden een leven lang. Jij hebt een hart zo mooi om dit te beleven. Jij blijft liefde geven waar ik zo naar. Een hart om van te houden. Henk Bernaar zag je voorbij komen, zijn nieuwe videoclip. Ik zei het net al, hij is single track geweest. En dat betekent dat jij wekelijks als luisteraar en kijker van Unity NL kunt gaan stemmen. Dat stemmen kan op de Single Track Battle. En die battle die vind je op de website www.unitynl.nl. Iedere week gaat de strijd tussen twee nieuwe liedjes. Nou, misschien deze week wel jouw favoriet, dus check snel de site unitynl.nl. Ga ik jou de volgende videoclip aankondigen. En dat is een leuke. Deze man heeft namelijk meegedaan, of eigenlijk moet ik zeggen jongen of lookalike, aan het programma The Winner Takes It All. Hij deed toen Jan Smit na. Zijn naam Nick Strikker. Dit is Werelddag. Een nieuwe dag breekt voor ons tweetjes aan. De wekker gaat, ik spring uit bed. De koffie loopt, het brood is klaar, ben klaar voor een ontbijt. Ik hou van jou. Je kijkt me aan, een lieve lach. Een dag voor ons alleen. Kon dit maar eeuwig zijn. Wij met z'n tweeën. Dit is een werelddag. Dit wordt ja toch de
het kan toch niet meer stuk. Ik kan de wereld aan, de wereld aan. Mensen zien hoeveel ik van je hou. Ik schreeuw het uit, mijn mooiste vrouw. Een nieuwe dag met jou alleen, geen zorgen om ons heen. Ik zing dit lied voor jou. Ik kan me zo voorstellen, dit is best wel een klein beetje verwarrend, hè? Het is niet Jan Smit, hoewel hij er wel heel erg op lijkt. Werelddag van Nick Strikker, die zag je voorbij komen. Jan Koevoets, hij komt uit Roosendaal, is leraar en daarnaast heeft hij nog een grote passie en dat is zingen. Hij heeft inmiddels een nieuwe videoclip en een single uitgebracht, maar ook is hij langs geweest bij mij in de studio om te praten over zijn carrière. Kijk mee naar het interview met Jan Koevoets. Ik zit hier op de artiestenbank van Unity NL naast Jan Koevoets. Jan, hoe gaat het met je? Uitstekend. Ik ben vanmiddag vrij van school. Ik kan lekker hier naartoe komen naar Unity TV en gewoon lekker een babbeltje maken. Hartstikke leuk. Wel eventjes leuk. Je sneed het meteen al aan. Jij bent naast dat jij artiest bent ook nog leraar. Wat doe je precies? Ik heb een wereldbaan. Ik sta voor de klas. Dat doe ik nu een jaar of 24. En ja, gewoon die combinatie muziek maken en leraar zijn op een middelbare school, HAVO, VWO, leerlingen van 16 tot 19 jaar, zeg maar. Ja, het is, ik zeg het gewoon, en het is gewoon waar, een wereldbaan die ik heb, ja. Wat vinden de leerlingen nou van het feit dat jij dus ook gewoon in het weekend op het podium staat? Ik bedoel, dat lijkt me best bijzonder, een leraar die zanger is. Ze vragen gewoon elke dag naar, van meneer, waar gaat u, moet u vandaag nog zingen, het weekend gaan zingen? Kunt u een liedje zingen, ook voor de klas? Dat vragen ze ook. Natuurlijk, dan zeg ik van nee, dat gaan we niet doen. Maar bijvoorbeeld een clubje draaien, als ze goed gewerkt hebben, dat kan wel. Dat gaan we wel doen een keer, ja. Nou ben je al behoorlijk lang bezig. Wat is nou tot op heden de grootste hit? De grootste hit, mijn mooiste liedje, dat is niet de grootste hit misschien, maar die heeft wel het, in heel het land eigenlijk op heel plaats op nummer 1 gestaan. Het is een luisterliedje, bij elke vallende ster deed ik een wens. Dat vind ik toch het mooiste liedje wat ik ooit, want ik schrijf zelf mijn eigen liedjes, zowel de tekst als de muziek. Maar het liedje wat voor mij toch ja, het mooiste is en ik heb het onlangs nog gezongen op een begrafenis voor iemand, een hele goede vriend van mij. En dat is natuurlijk heel zwaar, maar goed, dat is het beste liedje. Maar ja. Ja, goed, het is een luisterliedje, het is een gewoon, maar wel het mooiste wat ik zeg, wat ik ooit gemaakt heb. Maar gewoon, ja, Stapelgek op jou, dat vind ik ook een hele goeie. En ineens dan heb je het weer, ja, net genoemd. Dat, ja, het is gewoon een heel leuk liedje geworden. En natuurlijk ook de nieuwe single. Dat is de reden dat jij hier bent in de studio van Unity NL. En die nieuwe single, die gaat goed, hè? Ja, die gaat heel verrassend, gaat heel goed en dat is natuurlijk heel leuk. Ook weer een liedje wat ik zelf gemaakt heb, tekst en muziek. En ik heb 3 liedjes gemaakt in 2014, als ik deze meetel even. De vorige was met Tranen in je ogen, die is in augustus, september uitgekomen. En nog maar net opgedroogd en dan zo'n single natuurlijk ook al een beetje in aanloop naar carnaval. Hè, dus dat je denkt van, dan kan die... Het is geen carnavalsplaatje, maar het is wel een heel vrolijk, een meezinger, een feestnummer. Dan denk je van, nou goed, als die ook meegaat met carnaval, ja, het mag best natuurlijk. De videoclip is ook heel vrolijk. Wat gaan we zien zo dadelijk?
Die is opgenomen tijdens een theateroptreden wat ik had in oktober. Dat is misschien ook heel leuk om te vertellen. Het was met een oud leerling die de klassieke stijl is gaan doen. En komt ook in Amerika en Europa enzovoort. Dus ik zag hem een keer met kerstmis zag hem spelen. 2013 was dat. Nou, ik zeg Martijn, ik ben naartoe gegaan. Martijn, we gaan iets samen doen. Ja goed, en in één theatershow, klassiek, Nederlandstalig, ja, met een gospelkoor erbij. En dat is een hele leuke show geworden. En daar hebben we ook de clip opgenomen van, hij was nog niet uit, van het nieuwe liedje Als jij niet bij me bent. Als jij niet bij me bent, het is dus de nieuwe single van Jan Koevoet. En die plaat is ook overal gewoon te downloaden. En als je dat doet, dan komt die wellicht wel de hitlijsten binnen. Ik stel voor, we gaan kijken hier bij Unity NL op Unity TV naar de nieuwe videoclip van Jan Koevoet. Als jij niet bij me bent, ik die lang niet had gekend, dan zou ik nu op zoek zijn naar die ene, dat ben jij. Als jij niet bij me bent, ik jou niet had gekend, dan zou ik jou wel vinden, waar ter wereld jij ook bent. Het mooiste wat me ooit is overkomen, dat ben jij. In al mijn dromen zie ik jou, dan kom jij weer voorbij. Jij laat me echt geen nacht met rust. Als ik wakker word, ben ik uitgeblust. Dan zie ik jou, jij hoort bij mij. Jij maakt me elke dag weer blij. Als jij niet bij me bent, ik jou niet had gekend, dan zou ik nu op zoek zijn naar die ene, dat ben jij. Als jij niet bij me bent, ik jou niet had gekend, dan zou ik jou wel vinden, waar ter wereld jij ook bent. En als je bij me bent, dan staat de wereld even stil. Wat jij me geeft, kan jij alleen, want jij bent het verschil. Als jij alleen maar naar me kijkt, ja dan krijg ik kriebels in mijn buik. Je maakt me gek, jij raakt me steeds, het leven is met jou een feest. Als jij niet bij me bent, ik jou niet had gekend, dan zou ik nu op zoek zijn naar die ene, dat ben jij. Als jij niet bij me bent, ik jou niet had gekend, dan zou ik jou wel vinden, waar ter wereld jij ook bent. La 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 la. Als jij niet bij me bent, ik jou niet had gekend, dan zou ik jou wel vinden, waar ter wereld jij ook bent. Ik jou wel vinden, waar ten wereld jij ook bent. De nieuwe videoclip van Jan Koevoet, die zag je voorbij komen. Echt een op en top feestplaatje. En eigenlijk verklapte Jan het net zelf al. Ja, die gaat gewoon meekomen met de aankomende carnaval. Nog precies 3 weken, dan is het zover. Carnaval, je komt uit Roosendaal. Hoe heet die plaak op dat moment? Tulpentanenstad is dan. Een vogel dus. En ik ben zelf opgegroeid met carnaval. Ja, als jongetje, ik liep ook in de optocht mee met een boerenkiel, een pet op en een trommel enzovoort. Goed, zo ben ik begonnen. Kijk, het is de laatste jaar natuurlijk wat rustiger. En dat komt ook omdat je dus vaak moet optreden met carnaval. En ik vind de combinatie gewoon en zingen en carnaval vieren toch wel heel top.
Zit de agenda al een beetje vol voor carnaval 2015? Of zeg je, nou, er zijn her en der nog een paar kleine plekjes? Nou goed, ik hou graag wat plekjes vrij ook om gewoon toch ook met mijn kinderen gewoon privé wat te kunnen gaan doen. En ook in mijn carnaval. En ik heb zelfs optredens die ze gevraagd hebben, heb ik gezegd van nou goed, ik wil ook nog een stem overhouden. Dus ik vul niet alles in, want het is natuurlijk wel elke dag dan raken met carnaval. Mochten nou de kijkers meer informatie over jou willen hebben, hoe ben jij te vinden op het internet, Jan? De site www.jankoevoet.nl en van daaruit kunnen ze ook naar Facebook en naar Twitter. En ja goed, Hives is verleden tijd dan. Maar goed, ze kunnen gewoon op mijn site ook allerlei informatie vinden van optredens, maar ook al mijn liedjes, gewoon fragmentjes horen. En gewoon nogmaals, alle informatie kunnen ze daar vinden. Nou zitten wij hier op de Unity NL artiestenbank en dat betekent, jouw handtekening moet daar uiteraard ook op. Ik ga jou de stift overhandigen en ik zou zeggen, zoek een mooi plekje op de artiestenbank. Is er ook een plekje te vinden? Hij zit aardig vol, maar dat betekent alleen maar dat hij gezellig is, dus zoek er eentje uit. Ik ga gewoon even bij zitten. Zo, hij staat erop. Ik zeg, hij staat inderdaad op een mooie prominente plek op de Unity NL artiestenbank, de handtekening van Jan Koevoet. Toch wel leuk om te zien, hè? De inspiratie die haalt Jan Koevoet gewoon uit de klas, omdat hij dus inderdaad leraar is. Je zag zijn nieuwe videoclip voorbij komen bij Unity NL. Volgende week donderdag vanaf 5:10 uiteraard weer een nieuwe aflevering. Tot die tijd kijk je op onze website voor meer informatie over Unity NL via unitynl.nl. En ik zou het trouwens ook leuk vinden als jij de voicemail gaat bellen. De voicemail van Unity NL voor op de radio. Jouw favoriete muziek? Wat moeten wij voor jou draaien? En die voicemail die kan je bereiken via 071-8200-313. Ik hoop je volgende week weer te spreken. Ga ik je verlaten met Frank Verkooyen als ik jou weer zie. Als ik jou weer zie, voelt het als magie. Want je tovert mij in vuur en vlam. Ieder klein moment dat je bij me bent, lijkt alsof ik jou al jaren ken. Ik zie dat je naar me kijkt en misschien dat we samen kussen voor het eerst vannacht. Als ik jou weer zie, klinkt een symfonie. Ik hoor violen voortdurend in mijn hoofd. Is het of ik zweef, of ik nu pas leef, van mijn kruin tot aan mijn teen verdoofd. Mijn fijnste droom. Sigaret en word wakker in mijn bed. Ja, la 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 la. Ja, la 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 ja, la la la. Ja, la 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 la. Ja, la la la. Zie dat je naar me kijkt en even lacht. Misschien dat we samen kussen voor het eerst vannacht. Als ik jou weer zie, klinkt een symfonie. Ik hoor violen voortdurend in mijn hoofd. Is het of ik zweef? Nu pas leef, van mijn kruin tot aan meteen verdoofd. Mijn fijnste droom is dat ik jou in mijn armen haal. Kom doof je sigaret en word wakker. Oh mijn lieve schat, kom doof je sigaret.